Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweerkorpsen Goorle en Riel is de nieuwe dienstbus in gebruik genomen. De nieuwe bus werd afgelopen weekende symbolisch overhandigd door burgemeester mevrouw De Vrij Vringer. De nieuwe dienstbus stond al enige tijd op het verlanglijstje van de brandweer. De bus moest aan allerlei hoge eisen voldoen, maar vooral op verschillende gebieden inzetbaar zijn. De nieuwe aanwinst zal onder andere gebruikt worden voor het vervoer van personen. Brandweercommandant Ronald Blokpoel is erg tevreden met zijn nieuwe multifunctionele bus. Wij nemen vandaag de nieuwe dienstbus van onze brandweerkazerne in Riel in gebruik. Het is een bus die ter vervanging komt van de inmiddels 16 jaar oude dienstbus die nu in Riel intensief gebruikt is. En op basis van de hoge leeftijd van 16 jaar wordt die dus vandaag vervangen voor deze nieuwe. Waarvoor is gekozen voor zo'n uitgebreide bus? Dat heeft alles te maken met de uitgebreide taken die we hebben. Deze bus die dient onder andere om personeel te vervoeren voor cursussen en oefeningen. Er worden ook inspecties van brandkranen mee verricht. Het vervoer van onze jeugdbrandweer. Hij is tevens geschikt om onze gevaarlijke stoffenverkenningsploeg mee te vervoeren. En daarnaast is heel duidelijk gekozen voor een voertuig dat voor het totale korps dienst kan doen. Dus een aanvullend voertuig voor zowel de kazerne in Riel, maar ook die in Goorle. Is er door de brandweer inspraak geweest met het aanschaffen van deze nieuwe dienstbus? Absoluut. Er is een werkgroep geweest die heeft de eisen samengesteld waaraan het voertuig moet voldoen. En vervolgens is in samenwerking met autobedrijf Van Iersel, die de auto geleverd hebben, deze bus als de beste uit komen rollen. Uit hoeveel mensen bestaat uw brandweerkorps? We hebben op dit moment zo'n 46 vrijwilligers. En zoals ik net al zei, er komt binnenkort een beroeps bij. En dan als die in dienst is gekomen, dan zal dat samen met mijzelf de tweede fulltime medewerker zijn. In Diessen was 20 december de opening van een expositie van de Kunstkring Diessen. Die vierde haar 10-jarig bestaan. Kunstkring in Diessen is 10 jaar geleden is opgericht op initiatief van de toenmalige wethouder Rinus van Hamsvoort. Die had een tentoonstelling gezien in Hilvarenbeek en wilde eigenlijk de raadzaal van Diessen een beetje opsieren. Hij heeft toen gevraagd aan de exposant daar of het mogelijk was om ook die tentoonstelling naar Diessen te brengen. En nou, dat beviel zo goed dat hij dus op het idee kwam om daar regelmatig in die de raadzaal exposities te gaan houden. En toen heeft hij een werkgroepje bij elkaar gezocht. Die heeft dat idee van hem uitgewerkt. In eerste instantie was het de bedoeling om een keer of 4 per jaar exposities te houden, maar die werkgroep vond dat er toch een bepaalde regelmaat in moest komen om mensen naar die expositiezaal te trekken. En zodoende zijn ze dus gestart, eigenlijk hebben ze zich in de diepe gestart, meteen met een heel jaar exposities te organiseren. Verschillende exposanten die uit Diessen zelf komen, Diessen en omgeving. Dat was ook de doelstelling van de stichting, om de mensen, de amateurkunstenaars en kunstenaars binnen Diessen en eventueel heel graag een beetje een mogelijkheid te bieden om hun werk aan een breder publiek te laten zien. En daarnaast wilden we de mensen ook in contact brengen met andere soorten kunst van kunstenaars van buiten Diessen. De bedoeling was om dus mensen in eerste instantie realistische kunst aan te bieden, zodat toch de loop van de Diessense mensen naar de raadzaal zou toenemen. En dan tussendoor wat andere soortige exposities, met bijvoorbeeld als abstracte kunst aan te bieden. En dat is denk ik in die loop van die 10 jaar best goed gelukt, gezien de reacties die we krijgen van de bezoekers. Het zijn hier voor schilderijen van Ad Aert. Ad, is dit je dagelijkse werk? Nee, dit is niet mijn dagelijkse werk. Normaal gesproken ben ik projectmanager bij een opleidingsinstituut in Zoetermeer in automatisering. Ja. Je bent dus hobbymatig bezig. Hoe lang ben je al aan de gang, Ad? Alles bij elkaar denk ik dat ik toch wel zo'n jaar 15, 16 met onderbreking bezig ben. Dus, Wat inspireert jou om schilderijen te maken?
Nou, in een heel grijs verleden, toen ik net afgestudeerd was aan de Pedagogische Academie in Tilburg, heb ik een jaar of 2-3 in Tilburg aan de Academie voor Beeldende Vorming gezeten. Die studie heb ik helaas niet af kunnen maken, maar de bezigheid met schilderen en tekenen heb ik nooit echt losgelaten. Dus via hobbyclubs en zelf mezelf bezighouden is het toch tot dit soort dingen gekomen.